In deze aflevering van Hardware.Info TV, de Geeksphone Revolution. Welkom bij Hardware.Info TV. Vandaag hebben we de ideale telefoon voor echte nerds. Want de naam zegt het al, we hebben van doen met de Geeksphone Revolution. Ja, een toestel wat eigenlijk bedacht is door een bedrijf die gewoon eens gaan kijken naar de echte liefhebber. Degene die gewoon eigenlijk niet een toestel koopt om mee te bellen en te internetten, maar voornamelijk om er gewoon leuk mee aan te klooien. Wat wil die nou? En dat hebben ze in dat toestel gestopt. Ja, want Geeksphone is een relatief klein Spaans bedrijfje. Ze hebben een telefoon gemaakt en die belooft een dual boot apparaat te leveren. Dus je kan je boot... Beloofde eigenlijk. Ja, beloofde. Ik bedoel, in ieder geval zo werd het in eerste instantie ongeveer gecommuniceerd. Het is een apparaat waar Android op staat, maar waar je ook Firefox OS op kan draaien. En het interessante... Wat sowieso interessant is, is dat die standaard geroot is. Dat wil dus zeggen dat je compleet access hebt tot de root, tot de kern van het besturingssysteem, waardoor je allerlei grappen en fratsen kan uithalen. Bijvoorbeeld het overklokken van de telefoon, wat standaard niet mogelijk is. Maar ook heel makkelijk andere Android-versies erop zetten. Ja, dat is zogenaamde custom ROMs. We hebben heel veel standaard telefoons. Als je dat op je Samsung of je LG of je Sony wil zetten, nou, een beetje afhankelijk van het merk, moet je dat toch wel redelijk wat schimmige dingen voor doen. Een beetje met vage toeltjes die je vindt op de uithoeken van het internet. En hier kan dat gewoon eigenlijk standaard op. Ja, de superuser knop zit er standaard direct in. Ja, toch nog heel even terug naar dat dual boot verhaal, want dat was eigenlijk inderdaad de grote belofte. Een toestel waar je zowel Android als Firefox OS op kunt draaien. Dus eigenlijk wat dat betreft een toestel waarmee je zeg maar leuk kunt gaan experimenteren met Firefox OS, maar als het erop aankomt toch weer terugkomt naar Android. Het kan inderdaad nog steeds beide OS'en draaien, maar het hele dual boot verhaal, dat is in ieder geval op dit moment niet mogelijk. Het is ook niet duidelijk of dat ooit mogelijk gaat zijn. Ja, ze zeggen dat het misschien nog gaat komen. Ik bedoel, dat is ook hoe wij het in instantie hadden begrepen. Ja. dat je dus dual boot kan doen, gewoon net als dat je het bijvoorbeeld ook op een Mac kan doen. Dat je kan booten naar macOS of naar Windows. Ja. Of dat je als je een PC met meerdere versies van Windows hebt, dat je tijdens het opkast starten kan kiezen welke versie. Dat kan helaas niet op dit moment. Er zit een optie in op het moment dat je in de Android die erop zit naar het systeemmenu gaat en je gaat naar de optie om je software te vervangen. Normaal zie je daar bij elke Android telefoon dan een optie om gewoon over die een nieuwe versie te zoeken. Ja, standaard upgrade. Precies, dat zit hier ook in. Maar je hebt ook nog een aantal andere opties, waaronder de optie om direct een Firefox versie te installeren. Het is trouwens geen officiële Firefox. Het is Boot2 Gecko, dat is de developer versie van Firefox, want hij is niet officieel Firefox gecertificeerd. Ja. En in datzelfde menu waar je dus kunt kiezen voor om eigenlijk met één druk op de knop Firefox OS te installeren, wat dus ook eigenlijk al klaar staat door de developers van de telefoon. Daar kun je ook kiezen om zeg maar op een gebruiksvriendelijke manier een andere Android-versie te installeren. Dus als jij een custom ROM hebt, pak je gewoon het... Dan zet je gewoon op je SD-kaart en dan kan je pakken een willekeurige ROM die op mijn SD-kaart staat en dan gaat hij die keurig niks installeren. Maar het is dus niet zo, je installeert dan die Firefox, maar dan is je Android dus weg. Dus ook al je Android-instellingen, je apps, die zijn allemaal verdwenen. En je kan daarna vanuit Firefox wel weer terug naar Android, wat trouwens wel wat minder makkelijk is, want in die Firefox-versie zit dan niet zo'n handig knopje van installeer maar weer een Android-ROM. Nee, dan moet je echt weer met je USB-kabel aansluiten. Ja, command line moet je dat gaan doen. Dus dat is nog niet zo heel erg gebruiksvriendelijk, maar dat kan wel. Ja. Maar het is dus wel het een of het ander. Het is niet dat je zegt van ik boot nu even out of Android en ik ga nu Firefox in omdat ik daar even iets wil doen. Zo makkelijk is het niet. Ja. Nou, hij wordt dus standaard geleverd met Android en ik vermoed ook dat de meeste mensen hem eigenlijk gewoon met Android gaan gebruiken en hooguit gewoon eens een tijdje met Firefox OS gaan experimenteren. De Android die erop staat, we hebben het al vaker over vanilla Android, maar dit is echt zo vanilla als vanilla kan zijn. Dit is gewoon zeg maar, wij spreken de open source Android variant en echt helemaal niks aan veranderd. Nee, want ook in dat minuutje waar we het net dus over hadden om die andere softwareversie te installeren, zit dus ook een knopje om de Google services te installeren. Want er zit standaard dus ook niet in. Er zit standaard geen Google Play in, geen YouTube, geen Gmail, noem het maar op. Het zit er allemaal niet in. Druk je op die knop, dan installeert hij wel gelijk heel de Google rambam. Dus je kan niet kiezen van ik wil alleen maar Google Play of ik wil alleen maar Gmail. Hij installeert gelijk alle Google services in één keer. Dus alles tot en met Hangouts, je krijgt alles in één klap. Ja, dan zit je gelijk in het Google-ecosysteem. Ja, en dat is ook eigenlijk hoe dat moet van Google. Ja, daar zijn natuurlijk vaak discussies over geweest, ook op internet, van is Android nou wel of niet gratis? Ja, het besturingssysteem is gratis, maar het verhaal is wel, als je de Play Store wil, dan krijg je al die andere meuk van Google er ook bij verplicht als fabrikant. En daar komen zij dus ook niet onderuit. Ja. Maar dus wel, bedoel, als je om welke reden dan ook een Android-telefoon zonder Google-services wil, dan heb je dus eigenlijk gewoon twee opties. Of Nokia heeft dat natuurlijk tegenwoordig met de nieuwe toestellen, maar hier dus ook. En je kunt er dus ook wel zelf andere applicatiestores inzetten. En je kunt dus eigenlijk Android gebruiken zonder helemaal buiten dat ecosysteem te blijven. Ja, dat kan. En dat is een van de aardige dingen van dit apparaat. Ik bedoel, qua hardware is die trouwens ook wel aardig. Ga ik even voor de prijs hebben. Hij kost in de winkel van Geeksphone kost hij €222. Ja. Daar komt nog iets aan verzendkosten bij, maar dat is waarvoor je hem kan krijgen. En voor dat geld kreeg je een redelijk rappe smartphone. Er zit een Atom Z2560 in. Ja, dat is eigenlijk vorige generatie. Ja, de Clover Trail chip, dus nog geen B-Trail, maar we hebben gezien dat die toch Android eigenlijk wel net zo rap kan draaien als zeg maar de ARM-chips van, ook eigenlijk van de generatie van vorig jaar. Het ding heeft ook een PowerVR GPU aan boord. Ja, die is niet zo snel. Want als we gewoon de benchmarks bekijken, zien we dat die qua CPU-kracht is het niet de snelste die er is. Hij kan niet mee met de nieuwste quad-cores met zeg maar de Snapdragon 600 en 800 processors. Maar dat is gewoon prima. En ook de interface van het apparaat voelt heel erg lekker vlot aan. Maar ga je 3D-benchmarks draaien, ja, dan zie je toch wel dat die SGX540 die erin zit, dat geen echte streepentrekker meer is. Dus ja, wat dat betreft voor algemeen gebruik prima, maar het is geen game van. Ja, en wat als tegenviel was... de accuduur, dat heeft er wellicht mee te maken met die Intel-processor die in de vorige generatie nog niet helemaal mee kon met ARM. Ja. Maar misschien ook wel met een niet helemaal tot in den treurig geoptimaliseerd hardware- en software design. Nee, en een 2000 mAh accu wat ook niet echt super groot is. En je ziet dus ook dat bij zwaar gebruik, bij onze zware accutest, doet hij het minder dan 4 uur. En ja, dat is gewoon niet om over naar huis te schrijven. Ja. En je merkt ook in dagelijks gebruik dat als je aan het eind van een dag, en dan is het niet eens een dag waar je hem heel veel gebruikt, ja, dat dan toch wel, dat je nog wel echt al aan de lader moet, omdat het de jus dan gewoon op is. Ja, dan ga je het gewoon niet tot middernacht uithouden, zeg maar. Maar goed, jezelf wil... Wat mag je verwachten voor een bedrag van een 220, 230 euro? Het scherm wel ook nog even. Ik bedoel, het is natuurlijk uiteraard dus geen Full HD. En het scherm is kwart HD. En kwalitatief oké, maar ook niet heel veel meer dan dat. Ja, redelijk goed. Het is een IPS-scherm met goede kijk ook. Het is niet het allerbeste scherm dat we ooit hebben gezien. Maar het is zeker ook geen slecht scherm. Het enige wat er wel echt een nadeel is, is dat dus de relatief lage resolutie, als je dat vervelend vindt. Want er zijn telefoonbouwers die op ditzelfde formaat gewoon 4 keer zoveel pixels stoppen. Ja. Ik heb zelf een beetje het gevoel dat dit geen telefoon is die je gewoon koopt om gewoon als primaire telefoon te gebruiken. Ik heb meer het gevoel dat dit gewoon iets is van ja, ik geef 250 euro uit aan een tweede telefoon waar ik gewoon een beetje mee kan klooien en waar ik gewoon in de avonduren dus gezellig met zo'n custom ROM of wat anders aan de slag kan. En ik heb gewoon nog een ander toestel waar ik gewoon met mijn instellingen en mijn e-mail en alles gewoon netjes hou. En waar dan ook niks meer gebeurt. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, dit is inderdaad voor mensen die standaard, als ze een standaard telefoon zouden kopen met bijvoorbeeld een Samsung schil erover of een HTC schil, dat ding meteen routen en er een vanille Android op gooien. Ja. En vergeet niet, je kan hier ook echt een Android zonder de Google-dienst op hebben. Als je daar bijvoorbeeld de jeuk van krijgt van de Google-diensten en je vindt Android wel fijn, dan kan je er hier ook mee omheen. Ja. Maar inderdaad, ja, de vraag is dit dan het toestel wat je in dagelijks gebruik gaat gebruiken? Want we merken ook wel dat het helemaal stabiel, tot in de finesses is het nog niet helemaal. Ja. Er wordt nog wel aan ontwikkeld natuurlijk, maar ja, het is wel echt een telefoon. Je moet het heel erg leuk vinden. En ik zou inderdaad ook zeggen, een telefoon voor de bij, voor mensen die ontwikkelen of die gewoon echt telefoongeek zijn. Daar is het een leuk apparaat voor. Duidelijk voor de liefhebbers dus. En met die conclusie komen we aan het eind van deze aflevering van Hardware.Info TV. Vergeet het niet, we zijn iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. De 50 cent per gigabyte. En we kennen Crucial natuurlijk wel echt als een bedrijf wat graag het prijsspelletje speelt. Ja, en ik denk dat daar ook wel een leuk stukje competitie is voor Samsung. Ja, nou, allebei de SSD's uitgebreid getest. We hebben hier de resultaten van de 256 gigabyte modellen erbij gepakt.